gerookte achterham. Met een prachtige mooie honingwhisky glaze. Afgemaakt met wat heerlijke gebakken frietjes. En een eigen gemaakte mayonaise. Dat ga ik zo maken. Nou, voordat ik met mijn hammetje aan de gang ga, ga ik eerst de barbecue voorbereiden. En daarvoor heb ik hier wat lekkere houtsnippers, in dit geval appelhout. Daarvoor heb ik hier een mooi rookbakje. We doen de barbecue even dicht. Dan kan die zijn werk doen. Zo, en nu de achterham. Dan gaan we de natuur een handje helpen. We gaan het straks toch nog meer, kijk, karamelliseren. Maar nu blijft die rub ook mooie plakken zo op de beenham. Zie je dat? Een beetje in je hand zo. Smeer je hem lekker in. Het is altijd een beetje knoeien en knijen. Maar dat hoort, hè? Dat is barbecue. Kijk eens, zo lekker. En dan gaan we hem lekker op de barbecue leggen. Ga je de barbecue even aansteken, zo. Klik, klik. Dat gaat natuurlijk allemaal even makkelijk. En ik leg hem hier op het rooster, direct even op het vuur. Dan gaan we verder met de mopsaus. Daarvoor heb ik hier mooie bramen, sham. En dan heb ik hier 2 eetlepels met appelstroop. Ik heb lekkere mosterd. En bruine suiker. Zo, die gaat er ongeveer wel 2 eetlepels. Oh jongens, dit ziet er al heel lekker uit zo. Klein beetje worcestersaus doorheen. Scheutje zo. En ik heb hier sojasaus. Doe ik gewoon 2 eetlepels zo. Hoppata. Het geheime recept, lekkere honingwhisky. En daar doen we een flinke scheut van bij. En dat is zo bizar lekker. Hoppatee. Dan heb ik nog mijn mayonaise, een klein beetje op smaak brengen. En die mayonaise hebben we natuurlijk nodig voor de frietjes. Frietjes! Maar daar hebben we een oplossing voor. Paulus! Wat voor frietjes heb je? Ik heb heerlijke schilfrieten. Oh, lekker man. Gaat goed, hè? Gaat goed bij je. Oh, lekker man. Nou, zo is erin, ja? Top! Kijk, en dan hebben we hier nog lekkere wat citroensap. Paulus lekker frietjes aan het maken. Ah, dit wordt echt een mega lekker barbecue gerechtje. Man, dit is lekker. Zo, want dan kijken we hem voorlopig even niet meer aan. Zo. We gaan eens even kijken hoe mijn achterhammetje gaat. Ho, 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 dit is mooi. En je weet het, hè, meten is weten. Dus we willen hem zo graag rond die 60 graden hebben. En wat doet hij? 60 graden, jongens. Voilà. Lekker. Paul heeft zijn frietjes klaar. Ik doe de mayonaise in een bakje. Oh. Ah, lekker idee. Pak ik de beenham, Paul. En kijk eens hoe mooi deze beenham is geworden, jongens. Hey. Hoppata. Zo. Dit vind ik leuk, hè. Daar komen ze ook uit, hè. Dus ze mogen er ook weer in terug. Maar daar hoeven we inderdaad helemaal niks meer aan te doen. Man, het is lekker. Ik snij dunne plakjes, want dat is lekkerder. Ham moet je eigenlijk heel dun snijden. Die dikke plakken ham is ook niet zo heel erg lekker. Hier eet je gewoon niet één plakje, nee. Dan doen we zo, dit is voor de gasten en dat is voor mij. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Lamb Weston. Restaurantfriet voor thuis.